Goedemorgen en welkom bij het eerste webinar van drie webinars over duidelijke juridische communicatie. Um, in dit webinar gaan we het hebben over de vraag ja, hoe doe je dat eigenlijk duidelijk communiceren over juridisch moeilijke materie um, en ook wat levert het op. Uh, we spreken daarover vandaag met drie gasten. Karel Hendricks, taalwetenschapper. Ik zou wel willen zeggen mijn collega uit Vlaanderen. Mijn naam is Overschirke van der Brugge, ook taalwetenschapper. Um, Lucienne van der Geld, notaris, en Herman van Harten, rechter. Bij de Rechtbank Den Haag eerst en nu bij het Hof Den Haag. Um, ik moet eerst beginnen met een aantal huishoudelijke mededelingen, heb ik begrepen. Uh, dit is een webinar van de Taalunie en Gebruiker Centraal. Um, misschien weet je al dat de Taalunie afgelopen najaar ook trainingen, begrijpelijk juridisch schrijven, aanbood. Die gaf ik samen met rechter André Verburg. Um, wist je dat nog niet en dacht je, hé, hey, dat is leuk, nou, wees gerust. Dit najaar worden er weer dergelijke trainingen aangeboden waar je je voor kunt aanmelden. Um, dat zijn trainingen waarin we echt de diepte ingaan en onderzoeken, hoe doe je dat nu precies? Hè? Dus echt skills, vaardigheden. Maar in dit webinar gaat het dus eigenlijk meer om de succesverhalen te horen van mensen die die stap al genomen hebben. Um, de andere twee webinars gaan trouwens over het eh, soortgelijke vraagstukken. Dus hoe doe je dat vandaag? Maar de volgende keer gaat over meer. Ja, hoe inspireer je mensen in je organisatie om de stap te maken? En het laatste webinar gaat dan over de vraag: ja, hoe zou je ook bijvoorbeeld beeld kunnen gebruiken om je juridische boodschap beter over te brengen? Um, dit webinar wordt opgenomen en over een week of twee kun je het terugvinden op de website van Gebruikers Centraal. Um, op die site vind je dan ook allerlei linkjes die interessant zijn om eens te bekijken. Uh, ook de plaatjes die je vandaag zult zien, die vind je dan weer op die website uh, terug. Um, wat kan ik er nog meer over zeggen? Oh ja, de, het webinar is dan ook ondertiteld. Dus misschien prettig om te weten. Um, en ondertussen, terwijl je nu live naar dit webinar kijkt, kun je ook vragen stellen aan de gasten. En ik kan me zo voorstellen dat het gesprek dat wij hier voeren allerlei vragen oproept. Uh, uh, nou, voel je vrij. Um, ja, laat ik beginnen met mijn Vlaamse collega Carl Hendricks. Uh, je doseert het vak Rechtstaalbeheersing, Universiteit van Antwerpen. Je bent al heel lang bezig met het onderwerp. En zou jij iets kunnen vertellen over. Nou ja, waar Vlaanderen staat als het gaat om het begrijpelijker maken van uh, die juridische teksten. Mooi, ja, dankjewel. Uh, ja, zoals je al zei, uh, geef ik uh, een vak aan de Universiteit van Antwerpen. Alle studenten hebben een verplicht taalvak, um, zowel in het eerste als het tweede jaar. Um, en recent plant de universiteit om daar nog wat meer gewicht aan te geven. Men wil daar um, een echte leerlijn van maken die door de hele opleiding rechten loopt. Uh, zodat er continu aandacht is voor die taalvaardigheid. Want we hebben de indruk dat de taalvaardigheid van de studenten uh, wat achteruit gaat. Dus daar moet wat aan gebeuren. En in welk opzicht achteruit gaat dan? Ze formuleren moeilijker, ze formuleren slordiger. Uh, dat gaat dan over uh, dt-fouten en spelfouten, maar ook over het moeilijker op papier zetten van argumenten, een gestructureerde tekst. Uh, dat, dat blijkt minder makkelijk te gaan dan of minder goed te gaan dan we zouden willen. Hm. Uh, dus daar ben ik mee bezig. En daarnaast geef ik ook al, ik denk, 25 jaar opleiding aan magistraten. Um, die opleiding is kort voor het jaar 2000 gestart en uh, dat is een verplichte opleiding voor elke pas benoemde magistraat. Dus die krijgt een uh, drie dagen opleiding, één dag van mij, uh, met een huiswerk waar ze uh, mm -hmm. een tekst uh, moeten verbeteren. Um, dus ja, op die manier proberen we wel uh, wat aan dat duidelijke taalgebruik te doen. Ik denk wel dat er een evolutie is. Ook al, men wordt er zich meer van bewust. En men staat er ook positiever tegenover de laatste jaren. Ja? Dat merk ik wel. Ja. Want terwijl je zei, ja, het taalgebruik wordt ook slordiger van studenten, dacht ik, oeh, ja, ik kan me ook voorstellen dat de zorg is: ja, als wij nu als jurist uh, insteken op dat begrijpelijker schrijven, uh, wordt onze taal dan niet juist minder. Ja, Wat zal ik zeggen? Uh, precies? Precies, ja. Ik denk dat de beide samen kunnen. Ik denk dat het een het absoluut, het andere niet uitsluit. En dat is een van de grote vooroordelen, natuurlijk, hè, die je altijd krijgt. Dat kan niet, want dan gaat de rechtszekerheid aangetast worden. Of dan gaat de tekst niet meer juist zijn. Uh, ik denk dat dat steeds minder, uh, dat argument verdwijnt, heb ik de indruk. Men beseft wel dat het kan. Mm. Ja, want je geeft dus al, al jaren die trainingen aan mm -hmm. staat, Zie je daar dan ook een verandering in? Geef je de training ja. nu nog hetzelfde als uh, al die tijd geleden? Nee, ik probeer ook meer in te spelen echt op die toegankelijkheid. We komen in Vlaanderen uit een traditie die heel erg focuste op correctheid. He, de juiste woorden, geen uh, leenvertalingen uit het Frans, uh, niet te veel uh, foute woordjes enzovoort. Uh, we gaan veel meer naar uh, toegankelijkheid en daarin schuiven we ook op van toegankelijkheid op zinsniveau en op woordniveau, vervangen maak maken zin wat korter, naar toegankelijkheid op tekstniveau. En dat is het moeilijkste natuurlijk. Hoe structureer je een tekst op een manier dat die voor de lezer uh, duidelijk is? Uh, en daar is zeker nog uh, verbetering. Ik denk dat jullie daar in Nederland ook al belangrijke projecten over gedaan hebben. Um, daar is zeker nog wel uh, verbetering mogelijk. Maar ik zeg het, de mentaliteit is wel erg hmm. veranderd. Uh, ik weet nog, een tien jaar geleden was er een onderzoek van het Hof van Beroep van Antwerpen, dus dat is een, een gerechtshof, uh, dat de klantvriendelijkheid liet testen. Dat was op zich al revolutionair, dat woord klantvriendelijkheid bij een rechtbank. Dat, uh, en dat kwam natuurlijk, ja, dat verwonderde ons niet, maar de, de voorzitter van het Hof wel, dat kwam als belangrijkste probleem uit het taalgebruik. Ja, ja, we moeten daar iets aan doen. En wat zeiden onze... mensen daar dan over? over, over het was te, te, moeilijk. te moeilijk. dus Ze begrijpen het niet en ook de wachttijden vonden ze te moeilijk. Ja, ja. Dat was een ander probleem. Maar dan uh, het taalgebruik in de documenten die ze van de rechtbank ontvangen was te moeilijk. En de voorzitter zei, ja, ik wil daar iets aan doen. Uh, wat kunnen we al wegwerken? En het Hof schreef op dat moment nog in die hele ouderwetse stijl met overwegende dat, overwegende ja. dat. En ik zei, gooi dat er toch al uit. Ja, zei die, dat, dat moet er echt uit. Ik zal dat vragen aan mijn rechters. Want ik kan hen dat niet opleggen. Rechters zijn onafhankelijk. Mm -hmm. Zij doen wat ze willen. Dat vond ik zo'n gemiste kans toen. Maar dat argument is wel weg ondertussen. Die, die visie van ja, we kunnen beleefd vragen om er iets aan te doen. Maar verder mogen we niet gaan. Dat, dat gaat er wel uit in Vlaanderen. Ja, want je vertelde ook dat er nu echt een. Uh, nieuwe richtlijn is ingevoerd, toch? Uh, dat de rechtbanken nu een informatieblad moeten toevoegen ook. Dat is ja. ook best wel een uh, ja. stap. Ja, en dat is een hele interessante ontwikkeling, omdat die eigenlijk uh, verplicht is. Dus daar is wel iets verplicht en dat komt door ons Grondwettelijk Hof. Ja? Uh, er had een advocaat aan het Grondwettelijk Hof gevraagd: ja, volgens de Europese rechtsbeginselen moet een rechtzoekende uh, weten wat hij tegen een vonnis kan doen. Kan hij er in hoger beroep tegen gaan of kan hij verzet doen of iets anders? En volgens die advocaat was dat onvoldoende in een bepaald vonnis uh, uitgelegd. Dus heeft het grondwettelijk Hof beslist dat rechtbanken, van eerste aanleg is dat bij ons, dus dat zijn de gewone ja. rechtbanken, in burgerlijke zaken altijd een extra blad, een soort bijsluiter moeten toevoegen met uitleg over wat kun je nu nog doen. En dat is al even voor de duidelijkheid, want ik zie nu het plaatje wie is wie in de rechtszaal. Dat is niet wat we hier bedoelen. Nee, nee, nee. nee. Want het is, en dat zullen we in de chat zetten en later ook op de, op de website: hè, een linkje naar dat informatieblad. Want ja. dat is een wat groter document hè, met ja, uitleg. Ja, ja, dus dat is in een wet gegoten, in een koninklijk besluit. Dus wat jullie een ANVB noemen. Uh, daar zit een heel ingewikkeld model in dat alle mogelijkheden, hoger beroep, verzet, alles zit op een En ik was heel bang dat de rechtbanken dat zo bij elk fonds <tie> hebben zien, en dan ja. het nog erger. Maar alvast de rechtbank van Antwerpen, die daar wel heel gevoelig voor is, heeft daar mooi individuele, op maat gemaakte uh, modellen van gemaakt. En uh, die voegen ze nu toe en die zijn... Best toegankelijk. Er is ja. marge voor verbetering, ja. uh, maar dat is wel mooi. Maar dus dat, dat lukt omdat dat wordt opgelegd, natuurlijk. Ja, en dan, dan moeten de rechters uh, en dan, ja, dan gaan ze mee. Ah, dat is dus uh, uh, ja, sinds 1 januari 2023 verplicht, zo'n ja. informatieblad. En waar kijken we dan nu naar? Dat wie is wie in de rechtszaal? Dat was ook dat... iets. Dat zijn alle algemene folders die, die het ministerie van Justitie uh, en de rechtbanken zelf ter beschikking stellen op websites om mensen wel te helpen in hun, uh, in hun zoektocht naar hoe zo'n procedure werkt. Omdat uh, uit een onderzoek blijkt, in Vlaanderen en België doen wij om de zoveel jaar wat we noemen de justitiebarometer. Mm. Dat is een grootschalig onderzoek met allerlei vragen naar mensen. Wat vindt u van justitie, het gerecht in het algemeen? En ja, ook daar komt dat slechtste resultaat natuurlijk het taalgebruik uit. Hè? Yeah. En ze hebben best wel vertrouwen in rechters en in justitie, maar ze begrijpen ze niet. En ze vinden ook dat ze te weinig informatie krijgen. Dus ze zeggen, ze, ja, ik, ik, ik weet niet hoe zo'n proces gaat verlopen. En daar probeert men met die folders wat aan te doen. Mooi. Um, ja, en, en er is ook een campagne geweest bij jullie, ja. waar de minister zelf een rol in heeft gespeeld. Ja, dat was een hele leuke campagne die op uh, initiatief van een radiopresentator kwam. Uh, nogal een bekende radiopresentator in Vlaanderen. De man is met pensioen ondertussen, maar Jan Houtenkiet uh, was de oprichter van de jongere zender op de VRT. Is dan mee opgeschoven met zijn publiek <laughs> naar de klassiekere <laughs> radiozender. Maar hij had dus een heel brede naambekendheid. En hij vond, ja, we moeten toch eens iets doen aan dat taalgebruik bij de overheid. En hij heeft de campagne heerlijk helder opgezet in zijn radioprogramma. En dat heeft heel veel weerklank gehad. En onze minister van Justitie is zo vriendelijk geweest, de toenmalige minister, om daaraan deel te nemen. Ik weet niet of we het filmpje kunnen laten zien. Ja, we hebben het zien. filmpje, we kunnen het, het laten zien. is best wel een, een leuk filmpje, ja. Ja, Herman, dan ga ik nu uh, graag naar jou... Ja. Um, want in jouw rol als teamvoorzitter van het team Insolventies, hè, dat is alweer een moeilijk woord trouwens, toch? Insolventies. Maar mm -hmm. um, heb je bedacht, er moet iets veranderen. Zou je daar iets over kunnen vertellen? En misschien eerst even kunnen uitleggen wat insolventies dan is. Ja, ja nee, zeker. Ik zal het zo uitleggen. Uh, kijk, alleen al het woord rechtspraak, ik ben dan rechter. Rechtspraak is ja, spreken. Je mm -hmm. staat altijd in verbinding met de tijd en het moment waarin je leeft. En je moet ook altijd proberen de verbinding te houden met. De gebruikers die die taal uh, sprui uh, gebruiken. Uh, ik was ja, teamvoorzitter bij de Rechtbank Den Haag op het terrein van het schuldenrecht. Insolventie is een, maar een ander woord voor. Uh, nou, mensen, ik vind het zo gek. Dat, oh, sorry dat ik je ontbreng, ja? maar ik vind het al zo gek dat er soms gesproken wordt van insolventies, en ja. soms insolventie. Dan ben ik al in de war. Ik weet ja. niet hoe dat bij ja. jullie is. Maar waarom ja. meervoud? Uh, ja, nou ja, dat is de moeilijke ja, discussie. Okay, goed. dat wil ik daar <laughs> ja parkeren. Maar het gaat in ieder geval om rechtszaken waarin schuldenproblematiek centraal ja. uh, staat, en schuldsaneringszaken en uh, ja, uh, schuldenbewinden. Um, en wat we daarin uh, wilden of merkten, uh, is dat we eigenlijk van, ja, er is al een bredere ontwikkeling gaande binnen de rechtspraak, al een heel aantal decennia. In die zin zijn er heel veel parallellen en verbindingen wel met het verhaal van Carl, ook binnen de Nederlandse rechtspraak. En er wordt bijvoorbeeld om de zoveel tijd wordt er een klare taalbokaal uitgereikt. Daar kunnen we straks dan wel uh, over ja. de helderste uh, uitspraak. Ik zou maar niet de quotes gebruiken, zeg maar, die ze uh, voor een bepaald soort uh, bier in Nederland gebruiken, nee. wat ook met ja. helder te maken heeft. Maar in ieder geval, wij, wij hebben de klare taalbokaal en we hadden als streven binnen uh, het team van de Rechtbank Den Haag van ja, eigenlijk willen we daar ook in meegaan. Uh, kijken van ja, we hebben veel standaarduitspraken. Ja, hoe, hoe zorgen we er nou voor uh, dat die ook daadwerkelijk begrepen worden door de mensen wie het, uh, het omgaat? Om uh, want wij, hadden, wij ervaarden dus bijvoorbeeld best wel vaak dat mensen die een schuldschaneringstraject doorlopen hadden, een zogeheten schone lijfvondens kregen, waarin hun schulden eigenlijk positie werden werden opgeven, vaak nog belden na afloop dat ze het vonnis hadden ontvangen, naar de griffie van de rechtbank. Uh, van ja, ik heb dit vonnis gekregen. Uh, klopt het nu dat ik die schone lei heb gekregen ja. of niet? Um, oh, en dat waren interessant. Dan dus, ja, nou ja, interessant. Ja, is het, goed is slecht slecht het nou goed? Is het goed of slecht? Ja, en, en wat, oh. wat is nou uiteindelijk de, de daadwerkelijke uh, beslissing? Nou, en we hebben uh, ja, ook me, door de hulp van begeleiding zijn we eigenlijk from scratch. Uh, met een leeg blad uh, begonnen uh, en zijn we opnieuw gaan denken van ja, wat moet er in zo'n uitspraak komen te staan? Uh, hoe kunnen we dat structureren? Hebben we ook uh, begeleiding uh, bijgehad uh, in verschillende sessies... en zijn we met alle teamcollega's uh, ja, in schrijfworkshops uh, bezig gegaan. En zijn we vanaf de, de start van ja, wat, wat zijn daar de echte essentiële punten die erin moeten staan... Maar waar kunnen we in schuiven? En dan is het niet alleen uh, het versimpelen van de tekst. Uh, dat is natuurlijk ook mm. een, een valkuil. Maar het gaat ook echt om. Uh, kijken van ja, een andere structuur. Dus we beginnen met een soort van korte samenvatting. Uh, we hebben ook een aantal structuuraanpassingen in dat, in dat vonnis. Uh, en zo zijn we eigenlijk al die standaard vonnissen doorgegaan. Maar even, even terug, ja? want ik vind het heel interessant wat je zegt. We zijn het is niet alleen versimpelen, zeg je? Nee. Maar eigenlijk is het. Hoe dan ook niet versimpelen, toch? Want dat, dat wil je niet. Want dan zou de boodschap veranderen. Dat is natuurlijk ja. de, ook de aarzeling. Wordt het dan niet ja. minder precies? Maar eigenlijk ja. is het met name. Kijk, het, is, het is een. Hè, zoals zo vaak in het, in het recht, en met name binnen de rechtspraak, is het ook zoeken naar een balans natuurlijk. Ja. Enerzijds, hier stond in de werving van dit webinar van ja. Juridische onbegrijpelijkheid. Je wil niet ja. dat je onbegrepen wordt door je publiek, die uh, ja, te maken heeft met je uitspraken. Dat je een uh, beetje glazen aankijken. Ja, inderdaad. En je, en je wil ook niet uh, dat, het, dat ze, dat ze zeg maar het gevoel hebben: ja, ik word niet helemaal serieus genomen. Wat wel eens de kritiek wordt uh, geuit op, op de Nederlandse Jip- en Janneke-taal. Dat je het, het te simpel maakt of zo. Dat soms lezers dan niet helemaal serieus genomen meer zich voelen, omdat je dan. Ja, dus het, het gaat niet om het versimpelen van de boodschap, nee. maar die boodschap zo aanreiken dat mensen er niet heel hard over hoeven na te denken wat ze nu eigenlijk aan het lezen zijn. En dan zeg je van ja, we begonnen dan nu maar met een samenvatting. Hè? Ja. En ja. dat is misschien dat je wel begint vanuit het simpele verhaal, om het vervolgens te nuanceren of in elk geval meer in te kleuren. Ja. Maar ja. dat mensen dan ook van die want de kern van wat mensen willen weten, is natuurlijk: ben ik hook, hm. of de hoek of niet? Ja, zeker. En als ze dat niet eens uit die uitspraak kunnen halen, dan is dat natuurlijk. Dus er moet ergens wel zo'n heel duidelijke boodschap in staan. Ja, ja. ja, en dat, dat is ook gewoon een ontwikkeling en blijft ook een voortdurende Op dat ik al verteld hè, dat hij meer dan 25 jaar al dit soort cursussen geeft. Ja, dit blijft. Ik denk dat het de komende 25 jaar net zo relevant ja. blijven. We hebben nu uitdagingen met Chat gdp bijvoorbeeld. Ja. Die, ja, moest die ik allerlei ook stukken zeggen, en ja. uh, punten uh, voor ons doet. Misschien studenten die er gebruik van maken. Nou, ook daarin moeten we ja. ons toe verhouden. Maar waar het wel om, om gaat, is dat wij bijvoorbeeld hebben gemerkt in de praktijk van alle dag. Uh, dat bijvoorbeeld die telefoontjes, een aantal Griffie-collega's kwam dat tegen mij vertellen. Ja, die telefoontjes zijn er niet meer. Voilà. Uh, voilà. Ja. Het levert dus, echt iets dus op. Dus het levert ja. echt iets, uh, iets op. Uh, en we hebben ook mensen betrokken bij zeg maar het herformuleren. Is dit nou ook, uh, ook echt begrijpelijk? Want je wil niets ja. liever dan uh, Begrepen worden. Dus dat is ook testen. Betere rechtspraak en ook mm. goedkoper dan, want de griffie kan haar taak beter doen. Hoeft ja. geen telefoons meer te beantwoorden. Mm. Ja. Ja, dat is iets waar mensen niet bij stilstaan. Ja. Maar het levert echt wel uh, iets op. Ja, klopt. Hoewel het zeg maar aan de voorkant. wat langer. Eh, wat langer, want je moet gewoon in bodalmatig en, wel... en echt wel nadenken over hoe, uh, hoe kan ik nou iets uh, zo duidelijk mogelijk uh, vertellen. Maar goed, die, die investering hebben jullie toen eenmalig gedaan. Of ja. althans, jullie hebben toen een set uh, ja. veel voorkomende vonnissen aangepakt. Ja. Met veel energie ook. Hè. Mensen hadden daar ook zin in, voelden de noodzaak ervan. Want dat is natuurlijk ook een. Ja, ja, ja dat, is, dat, dat is op zichzelf ook nog wel wisselen. Ja. Want dat, dat is nog een van de onderwerpen in een volgend webinar. Eh, want hoe krijg je daar nou mensen mee? Sommige mensen zijn natuurlijk. Maar Het, het is ook af... Uh, afgaan van je eigen patronen, ja. hm. je eerdere uh, traditie. Het uh, was goed? Het was, het was goed. En we ja. hebben taal als instrument. En waarom was dit uh, niet goed? En op zich, het was toch allemaal kloppend. Dus waarom gaan we hier überhaupt mee? Hebben? Je hebt altijd mensen die er heel erg ja, voor zijn. Sommige mensen die wat aarzelend zijn. Maar uiteindelijk, gedurende dat soort sessies, kregen we uiteindelijk wel de, de, ja, het merendeel van de mensen uh, mee. En is er ook wel een hele ontwikkeling. Gaande uh, geweest uh, en hebben dat echt wel op een ander niveau gebracht. Uh, en er zijn ook wel wat voorbeelden uh, van, van te vinden. Wat... Ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Want uh, straks kunnen de mensen uh, op de website van Gebruik gebruiker Centraal een voorbeeld zien van zo'n vonnis oude stijl. En ja, hoe het er nu ja. uitziet. En misschien kun je daar iets over vertellen. Overigens, de mensen die nu live kijken, die krijgen het linkje in de chat. Dan kunnen ze meteen doorklikken. Ja. Dus uh, vertel eens, wat viel nou op, eigenlijk als je daar met nieuwe ogen naar. Uh, het vondenskeeks zoals jullie dat al jaren schreven. Waarvan denk je dan nu? Nou, wat gek dat we dat eigenlijk altijd zo deden. Ja. Uh, nou, het begint al bijvoorbeeld dat we we hadden eigenlijk een hele klassieke opdeling dat je een, een, een procesverloop feitelijke context dan. Een ja, en wat is een procesverloop? Een dat procesverloop. Is... Ja, dat is hoe de procedure tot aan tot aan het moment van de uitspraak is, uh, is gegaan... welke stukken zijn gewisseld, welke zitting er is. Maar ja, huishoudelijke mededeling. Huishoudelijke ja. mededeling, waar jij bijvoorbeeld waar dit, ik ook, hebben mee begon. ook mee begonnen. Uh. <laughs> soms is het maar heel kijk, logisch om te, te beginnen met huishoudelijke mededeling. <laughs> maar daarvoor uh, gaf je ook een samenvatting wat we gaan doen. Uh, en ja. dat, uh, dus je kan daarin al uh, uh, werken. En door met zo'n model te werken... kan je, uh, kan je zeg maar de, de mensen die daar in dagelijkse praktijk mee bezig zijn... Al wel een beetje op weg helpen uh, en is het gewoon uh, ja, ingaan op bepaalde uh, punten, bepaalde overwegingen. Uh, waarom je tot een bepaalde beslissing. Uh, ja, maar komt. Bijvoorbeeld, het gaat dan bijvoorbeeld om, om zo'n schone lei. Dus dan, ja. is de, dan, dan is het in het nieuwe uh, ja. uh, vonnis meteen duidelijk welke vraag je gaat beantwoorden Precies. en ook wat en het antwoord is. Ja, wat het antwoord is. Beginnen ja. we meteen, stellen we meteen centraal. Uh, en dan gaan we ook nog wel in op, uh, ja, op, het, op de daadwerkelijke beoordeling. Ja. Uh, Want uiteindelijk, het, ja, het bredere streven is natuurlijk. Uh, het, het is een heel belangrijk instrument dat we willen begrepen worden als, uh, als rechtspraak, als uh, rechter die, die op zo'n zaak uh, zit. Uh, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk ook voor partijen om de, om de beslissing wat hè, dat het rechtvaardige. Mm -hmm. Dat ze goed kunnen zijn. controleren of de rechter zich ja. op de juiste informatie heeft ja. gebaseerd en noem maar. Ja. Dat blijft natuurlijk. En ja. Ik heb, heb bijgedragen aan een, aan een klein deelsegment, maar het is zeg maar een veel grotere ontwikkeling binnen de rechtspraak in Nederland. Uh, met name op het niveau van de gerechtshoven is bijvoorbeeld nu een, ja, een professionele standaard. Professionele standaard schrijven. Ontwikkeld en nu ook gepubliceerd. Ja, die uh, is openbaar, dus daar kunt u zelf ook uh, op klikken dadelijk. Hè? Ja, Waarin dat allemaal handige uh, ja, handvaten worden gegeven van ja, waar gaat het nou eigenlijk om als we een uitspraak schrijven? Hoe kunnen we uh, ja, er ook voor zorgen dat, uh, dat onze gebruikers die mm -hmm. ook goed begrijpen? En waar moet je op letten? En waar, ja, waar kun je mee, uh, mee werken? Zo'n zo professionele standaard is. Uh, is niet een, een bindend iets of een richtlijn of een voordonering. Maar het is wel iets van ja. Hou dat in het achterhoofd. Uh, dit vinden wij als een groep van rechters uh, belangrijk om in oogschouw te nemen bij het schrijven van onze beslissingen. Ja, dus begrijpelijk schrijven is een kwaliteitsstandaard. Dat is uh, ja, de conclusie. Zeker. En het maken van die omslag is denk ik niet makkelijk. Dat heeft jullie behoorlijk veel tijd en energie gekost. Ja. Maar uiteindelijk levert het ook echt wel iets op. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en dan zal nog steeds... Hè, dat zullen mensen deelnemen... dat we ook denken... Eh, misschien ja, eh, die meneer Van Harte kan dat zeggen, maar ik vind die uitspraak nog steeds onbegrijpelijk. Kan, kan zo zijn. En dit ja, is ook een voortdurende uh, uh, opdracht. Ik krijg, ik, zie, ik krijg trouwens nog geen kijkersvragen binnen, dus of wij <laughs> roepen helemaal geen enkele vraag op bij mensen. Ik nodig u graag nogmaals uit om een vraag te stellen ja. uh, die bij u leeft. Um, maar, oh ja, wat ik me nog afvroeg, want je zei. Um, ja, de, de Griffie krijgt minder telefoontjes binnen, maar hoe, hoe reageren professionals op de nieuwe? Want die denken misschien, huh? het vondst zag er toch altijd zo uit? Die merken dat wel op, denk ja, ik, dat het anders ja. is. Ja, ook daaruit hebben we best wel heel, ja, positieve feedback uh, gekregen. Wij doen ook wel ja, een soort van klantonderzoek, of dat we enquêtes doen met de samenwerking met bewindvoerders of curatoren. Uh, hoe ervaren ze bepaalde... Thema's en daar eigenlijk wel heel positief feedback, want, want bijvoorbeeld, met zo'n schone lijfondens, was het ook vaak zo dat dan ja, een bewindvoerder werd benaderd om nog uitleg te geven bij het vonnis oh ja, kost weer tijd uh, en dus daarin, uh, daarin helpt het ook. Uh, en ze, ze zijn ook betrokken en, en begrijpen en, en begrijpen ook dat het dat het gewoon een, een, ja, een bredere ontwikkeling is en het, je, je krijgt ook een beetje een soort van sneeuwbal uh, effect, want het is natuurlijk. Een, een, ja, een breder thematiek. Ik ben dan nu vertegenwoordiger van de rechtspraak hier aanwezig. Maar uiteindelijk begint het natuurlijk ook bij bijvoorbeeld advocaten of procesgemachtigden. Ja. Als die in hun stukken zo helder mogelijk mm -hmm. een zaak of een standpunt voor het voetlicht weten te brengen. Uh, ja, dan is het ook gemakkelijker voor op de zitting, in ieder geval voor de rechter, om daarmee om te gaan. Uh, en je moet ook ja, zo'n rechter weten te. Verleiden op het, op, op het standpunt. Nou, als daar ja. met een bondigheid en helderheid. Dus het is ook uiteindelijk iets van de hele juridische gemeenschap. en misschien de bredere gemeenschap dat je wilt begrijpen uh, wat er gebeurt. Nu is er vaak als een, ja, een soort van. Eh, met een moeilijk woord te zeggen. informatie-asymmetrie mm -hmm. tussen juristen en niet-juristen. Dus dat het juridische taalgebruik. hoe. Ondanks je al die cursussen uh, erop doet, <laughs> toch altijd iets blijft houden van ja. een professioneel uh, domein. Uh, ja. Wat ook zijn eigenheid heeft en wat ook op bepaalde aspecten, ja, hebben we ook, uh, geeft het ook duidelijkheid of rechtszekerheid. Maar daarin zijn ja. nog wel degelijk deg ja, stappen, ja. stappen te zetten. Ik heb de indruk dat hier in Nederland, en dat is ook iets wat ik in Vlaanderen merk, dat magistraten daar toch het voortouw nemen. Ja. Of toch erg gevoelig voor zijn. Tegenover andere beroepsgroepen. Ik neem ja. aan dat u zelfs ja, uh, de verdeling van de notarissen uiteraard uh, zult doen. Maar dat, dat valt mij op. Ja. Nou, het is heel interessant om zo van uh, jou te horen, Lucienne. Ik wilde nog even iets zeggen ja. over de advocatuur. Want dat is natuurlijk nu ook een hot item. Hè, dat advocaten um, toch steeds vaker ook van uh, de rechters de boodschap krijgen. Van joh, uh, hou daar rekening mee dat wij weinig tijd hebben. Ga geen... Uh, Zes kilo aan processtukken ja. inleveren. Dat is die ja, uitspraak van uitspraak. John Reed ja. vorig jaar. Daar zullen we ook een linkje naar plaatsen. Uh, uh, ja, die de beslissing nam. Ik ga er pas naar kijken als u dit heeft teruggebracht tot tien bladzijden. Um, he, de limiet van 25 pagina's aan processtukken die de hoven nu uh, stellen. Uh, maar eigenlijk zit daaronder natuurlijk een, een behoefte aan uh, teksten waar sneller mee gewerkt kan worden. Ja. Um, en ik zie. Nu ook een kijkersvraag binnenkomen, dat is leuk. Um, is het aan te raden ook naar modieus en zelfs fout taalgebruik over te gaan? Oh ja, en dan, uh, dat is grappig, want we worden hier gewezen op een taalfout, uh, communiceren naar de taalfout ja. in onze titel. Nou, dat is, uh, we kunnen natuurlijk nu gewoon zeggen, dat was om te zien of u wel oplet. <laughs> Um, nou, misschien wil iemand daar iets uh, over zeggen. <coughs> Modieus. Ja, ik, ik denk dat je heel correct Nederlands kunt blijven gebruiken. Maar op een bepaald moment uh, wil je ook dat, uh, dat iets soepel leest, dat iets prettig leest. Ja. En dan kun je wel als enige nog dadelijk in Nederland misschien een regel handhaven: He, die, uh, die degene die, jou, die jouw documenten moeten lezen, helemaal niet meer handhaven. Ja. Dus ik denk dat je, uh, je hoeft niet te overdrijven daarin. He, dat hoeft geen straattaal te worden misschien, maar een beetje meebewegen. Taal evolueert en je moet daar ja. mee gaan, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat juristen altijd wat conservatiever zullen zijn. Mm. Ik zeg dat ook tegen mijn studenten, van, ga er niet te veel in mee. Maar loop zeker ook niet nee, achter. Nee. De kans dat je te formeel of te ouderwet schrijft is veel groter. ja. Dan, exact, ja. dan ja, dat, dat merken wij ook op het moment dat stalen gebruiken. Ja. Dat, dat afgestudeerden bijvoorbeeld beginnen als uh, secretaris bij de rechtbank, ja. dat het, het zwaarste of het hermetische, juridische taalgebruik ja. vaak van jonge mensen ja, komen. Klopt. Omdat het ook ja. een ja. soort van onzekerheid is. Ja. 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 ik ook en, vaak gemerkt. Ja. 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 En dit is ook in onderzoek, uit, ja. uh, in onderzoek ja. vastgesteld. Waarom? Dat het uh, samenhangt met als de zie. lage... Of tenminste, met onzekerheid. Ja. 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 Ja, als ik die opleiding geef aan pasberoemde magistraten... vraag ik ook altijd expliciet om er een aantal rechters... met ervaring te laten deelnemen. Omdat ja. zij dan ook kunnen zeggen... nee, dat hoeft helemaal niet. Want nee. jonge mensen nee. denken, ja, ik moet dat in het Latijn zetten. Of ik moet dat zo en zo formuleren... En dan kunnen gelukkig een rechter met wat ervaring zeggen... ik doe dat al tien jaar niet meer, dat nee. kan. Ja. Ja. Nou, wat ik wel ook uh, altijd adviseer in de trainingen die ik, die ik geef... probeer dicht bij de taal te gebruiken die je ook mondeling passend vindt ja. voor de situatie. Ja. Ja. En dan zit je eigenlijk altijd wel goed. Um, want het is wel zo dat op het moment dat mensen uh, blijven... Haken aan de woorden die jij gebruikt. Nee, wat is dit? Dit past toch niet bij? Dan zijn ze eigenlijk al niet meer met de inhoud bezig. Tot, ja. Maar Lucienne, misschien ja, ja. Het notariaat, ik heb veel heel eerlijk, staat natuurlijk niet bekend als de grootste voorloper op dit gebied. Althans, mensen denken toch bij notariële acten, poeh, hey, daar begrijpt eigenlijk niemand wat van, mm -hmm. behalve de notaris. Ik denk dat zelfs een rechter misschien zijn eigen acte niet per se heel goed begrijpt. Ik heb hem heel goed gelezen en het geprobeerd. En uiteindelijk moest ik toch gewoon mijn makelaar vragen. Uh, Dennis, staat hier iets geks in? Nee hoor, teken maar gewoon. Mm -hmm. Nou ja, ja, dat was een koopakte. Ja. Um, maar kun jij iets vertellen over uh, uh, hoe het thema. Jouw bezighoudt. Al lang ook, hè? Al heel lang, maar het is wel een beetje, hè, een beetje vorige eeuw, wat jullie hier nu zeggen. Ja, dat okay, allemaal moeilijk. Is, <laughs> He, want er is eigenlijk heel veel gebeurd. Uh, um, hey, uh, um, ik uh, ik uh, ben verbonden aan netwerknotarissen. En uh, een, een kwaliteitsorganisatie uh, in Nederland, 150 kantoren. En wij, zij, zij zijn al sinds de oprichting in 2000, daarom zei ik ook, vorige eeuw. 2000 bezig, was een van de speerpunten van die notarissen. die gingen samenwerken met elkaar. Wij willen uh, helder taalgebruik en uh, met onze akten de mensen beter uh, bereiken. Hè, dus uh, dus uh, wij, uh, men is al meer dan twintig jaar bezig om dat te doen, op verschillende uh, manieren. Uh, hè, en dat begon uh, met uh, een bijsluiter maken ja. bij een, uh, een acte. Um, daar uh, hebben we een voorbeeld van trouwens. Ja, maar dan van de moderne ja. versie inderdaad. En daar begon het eigenlijk uh, mee. Um, met het, uh, ook met het, uh, met het structureren van, uh, van de acte. Vertel nou aan het begin van de acte wat, uh, wat, wat iemand wat, wat komt iemand doen eigenlijk. Hè? En niet pas aan het meen eind. O, Lucien, sorry, maar ik zie hier een, een plaatje van een uh, nieuw model. Dagvaarding. Dagvaarding, maar we zoeken het plaatje met uitleg over de plicht om je te legitimeren. Ja, precies. Ja, bijvoorbeeld. Dit, dit, is, dit komt uit zo'n folder, hè? Ja, dat komt uit zo'n zo folder. We hadden eerst een akte die redelijk al, al hip was opgeschreven voor velen. Waar we veel deden aan de structuur. En dan maakten we een bijsluiter. Maar op een bepaald moment, toen ik bij Netwerk Notarissen kwam werken... zag ik dat de bijsluiters langer waren dan de tekst van de akte. Oh. En toen dacht ik, daar moeten we wat aan, aan gaan doen. Dus toen zijn we eigenlijk in een volgende fase gekomen van, het, uh, van, van dit proces. En uh, zei, uh, ben ik eigenlijk aan de gang gegaan met wat ik zelf maar hybride taalgebruik heb ja. genoemd. Dus um, die actes uh, die zijn korter geworden, uh, duidelijker geworden. En um, een, een veel gehoord bezwaar, en dat zullen jullie ook tegenkomen van juristen, is van ja, maar dan is niet meer duidelijk voor andere juristen wat er staat. En eh, voor de notaris geldt dat denk ik heel erg, hè, want wij willen graag eh, met onze akten problemen oplossen en liever nog voorkomen. Ja. Dus wij willen niet dat eh, een, een, een advocaat bijvoorbeeld achteraf of een rechter zegt, ja, wat hier allemaal staat, hè, ik schiet een gat in de akte. Dat is voor ons <laughs> natuurlijk een, een, een doelbeeld. Doel. Ja, 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 verschrikkelijk. Dus uh, ja, wij moeten al die gaatjes dichtlopen en, en zinnetjes maken en toverformules om het helemaal uh, dicht te maken. Uh, maar uh, dat kogelvrije vest, ja, dat moet wel iedereen begrijpen. Dus wat hebben we gedaan? Uh, voor de cliënt schrijven we eigenlijk op... Ja, wat is het resultaat nou van de, welke afspraak maak je? Wat is het resultaat daarvan? En voor de juristen schrijven we op. Um, by the way, dit is een afspraak als staat in dat en dat artikel. Ja, ja. Of dat doen we omdat de Hoge Raad dat een keer gezegd heeft. En uh, dat vinden we in dit geval oké. Okay. Ja, en he. dan voorkom je, voorkom je natuurlijk ook discussie later over wat de bedoeling nou is geweest. van Ja, iemand, bij, want dat, dat is nodig, inderdaad. In. Ja, dus voor de juristen kunnen het dan ook nog lezen. Ja. He, want die. Er zijn ook in het notariaat pogingen gedaan voor het zogenaamde Jip en Janneke. En dan wordt, het, er wordt eigenlijk de materie zo plat geslagen... dat ik ook eigenlijk niet meer weet wat er nou precies bedoeld wordt. Oh ja. En dat moet je denk ik zien te vermijden. Um, dus, dus dat doen we. En wat wij, waar we wij al een tijd mee bezig zijn is dat we eigenlijk in, in, in bijna elke notariële akte een soort inleiding opnemen. Dat heet dan heel chic een considerans hè, in vaktaal. Een inleiding opnemen waarin mensen in eigen taal vertellen... waarom uh, maak ik nou deze akte of waarom maak ik deze afspraken uh, in deze akte. Mm. En dat geeft de bedoeling weer en ook heel veel herkenbaarheid... voor de lezers van die akte, die cliënten die een handtekening moeten gaan zetten. Mooi. En onderzoeken jullie dat ook dan? Ja, dat ter plekke op het moment dat je... Zeker, het, uh, ja, ja. En daar helpen natuurlijk mensen mee. Want het is best moeilijk om een stukje te schrijven van... Uh, hè, dus daar helpen ja, ja. mensen mee. En daar uh, laten we ook bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld bij een testament is dat heel belangrijk. Ja. Laten we bijvoorbeeld uh, woorden die kenmerkend zijn... Dan, en dan heb ik een gesprek met iemand en dan hoor ik bepaald taalgebruik. En eh, laat ik ook die woorden terugkomen, hè, zodat mm -hmm. het ook heel herkenbaar is. Hè, als die persoon is overleden en dat testament komt naar boven... dan kunnen daar misschien onaangename dingen in staan of verrassingen. Of eh, soms is het ook heel positief. Ik had laatst iemand die zei, ik begrijp helemaal niet waarom ik uh, uh, mee mag erven van mijn tante... Want ik, had, ik begrijp helemaal niks van waarom ik uitverkoren ben. Oh. Ook dat soort dingen zijn best wel goed om uit te leggen. Van, ja. he, leg nou eens in ja. je eigen woorden uit waarom je deze keuzes hebt gemaakt. He, dus zowel in goede tijden als in slechte tijden is dat fijn. Uh, en dan spreekt als het ware die overledene nog via die tekst. En dat, dat helpt dan heel weer oh ja. erg weer voor het begrip... Van uh, de mensen die later dat document lezen. He, dus dat is eigenlijk tweeledig. He, bij het moment dat die akte wordt ondertekend, kunnen wij daar heel goed mee toetsen. Van heeft, he, is iemand er mee eens uh, waar deze akte naartoe gaat en wat ja. de, de consequenties daarvan zijn. En later, bijvoorbeeld bij iemands overlijden. Uh, geeft het ook weer een bevestiging voor degene uh, die mm -hmm. direct te maken krijgt met dat testament, bijvoorbeeld? Ja, want we hebben het nu steeds over begrijpelijkheid, maar het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om aanvaarding. Hè? Ja. Dus Zeker. Dat ja, dat is de... eigenlijk heel erg in, in ons vak heel erg belangrijk. Ja. Een heel mooi initiatief, omdat je. Uh, ja, dat ook in die acten verwerkt krijgt. Want notarissen hebben natuurlijk een groot voordeel, maar het is ook een nadeel. Jullie spreken met de mensen. Een rechter kan zijn vonnis niet nog eens extra uitleggen achteraf in een, in een gesprek. Jullie wel, jullie kunnen echt over de tekst praten. Ja. Maar dat kan er natuurlijk ook toe leiden dat je als notaris zegt, vertrouw mij maar nu maar. Hè. Alles, je begrijpt niks van wat er geschreven staat, maar ik vanuit mijn positie als notaris kan je verzekeren dat alles in orde is. Ik leg het mondeling mooi uit. En ja, dat, dat kan ertoe leiden dat die tekst nooit verandert. Maar dat doen jullie dus net dat wel. Dat doen we dus wel. En dat vind ik een ja. groot voordeel. Uh, het, 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 het voorbeeld dat jij noemt Geerke, dat is best wel dichtgetimmerd recht, recht. Uh, 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 als je een huis koopt, oh, ja. maar dan hebben we ook gewoon gezegd: ja, dit is een juridische formule die ja. altijd in acte staan. Uh, dus die nemen ja. we op. Ja. Alleen al dat. Uh, ja. Dit staat er altijd in. Dat staat er dat altijd in. En dat betekent ja. zo wel ongeveer dit en dat. Ja. Zo lossen wij dat Het Is dat niks toch. geks. <laughs> Precies, dan maak je niet zorgen. Maar dat, ja. dat doen we nou eenmaal. Want dat hebben we nodig, wij juristen. En dus zo kun je daar heel goed... En, duurt ja, en het ja. is het ritueel toch ook? Oh, deels van ook het een, ko een huis kopen... daar zitten met een notaris... die dan ja, dat ja, ja. gaat vertalen. Ja, ja. Ik en snap je... wel dat mensen dat jammer zouden vinden... als ja. dat helemaal zou maar Je merkt ook van... Uh, he, je moet daar een beetje mee leren, leren spelen. En uh, ja, steeds gaar. word je daar zelf ook getraind in... om dat vlotter uit, uh, uit je toetsenbord te krijgen. Ja, ja. Uh, nee, maar het, heeft, het, 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 het belang is eigenlijk steeds groter. Hè? Want je kunt je, je voorstellen... Dat, en dan, dan, dan komen we niet precies in bij, uh, bij Herman op de afdeling, maar uh, dan komen we wel bij de rechtspraak. Hè, dat men achteraf zegt, ja, maar ik wist Lekker. helemaal niet wat ik ondertekende. Ja, uh, onderzoek waar ik zelf ook op de universiteit mee bezig ben, dat gaat over wilsbekwaamheid. Hè, en dat gaat over de vraag, was iemand nou nog in staat, geestelijk, fysiek, om te begrijpen wat er in die akte stond? Ja. En uh, wat, ik, wat ik zie je juichen is dat rechters steeds vaker zeggen. Als ik dat postuum moet beoordelen. als uh, de patiënt al is overleden. en dat testament of levenstestament komt naar boven. en daar, wordt, daar is strijd over. dan ga ik ook kijken naar de taal van de akte. Hoe ingewikkeld was dat? Ja. Hey, kan ik me voorstellen dat deze. 95-jarige, 100-jarige meneer of mevrouw met die en die aandoening deze taal heeft kunnen begrijpen. Ja, juridische kennis is inderdaad een gezichtspunt wat je bij de uitleg van overeenkomsten ja, kan, uh, ja, kan betrekken. Maar ook de taal, de ja. wijze waarop en het ja. taalgebruik. Ja, of het nodig is om die juridische kennis te ja. hebben om het Precies. te begrijpen. Dat is dan ja, en dat wordt, dat, ja, dat wordt nu uh, steeds belangrijker. Ja, ja. Ja, en natuurlijk, hè, dat is ook de functie van het notariaal, om een heel deel ook weg te vangen, want als er gewoon Precies. duidelijkheid ja. bestaat, dan wordt dat ook geen uh, uh -huh. grote discussie die uiteindelijk uitmondt in de rechtszaal. En natuurlijk kan het ook nog zo zijn bij van die standaard uh, uh, teksten rondom koopovereenkomsten van huizen, daar, kan altijd, daar komen nog uh, wat, wat geschillen, maar een heel deel. Kan ook al weg, uh, weggevangen worden door. Uh, begrijp... ja, we we werken natuurlijk met basisteksten ja. die we voor elke situatie ja. natuurlijk op maat maken. Ja. Ja. Hè, en, en wat jullie ook hebben gedaan, en, nou, dat doet het netwerk al meer dan twintig jaar, is zorgen dat die basisteksten op orde zijn. Ja. Nou, vervolgens moeten degenen die het op maat maken, ook natuurlijk uh, het taalgebruik uh, beheersen. Ja. En daarnaast hebben we allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. Maar je bedoelt die, want die moeten soms echt de vertaling nog, of die moeten soms nog de stap maken van het juridisch schrijven dat zij. Helemaal Klopt. in de vingers hebben. Ja. Nou, oh jee, nu moet ik het begrijpen. Kan dat? Wat is de ruimte? En daar ondersteunen jullie mensen dus ook in. Daar, is, daar helpen we natuurlijk ook in. Uh, en we zijn uh, heel erg gericht op die cliënt met allerlei hulpmiddelen. Uh, van uh, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat, uh, he, dat ze thuis al... voordat ze voor de zoveelste keer naar de notaris komen... en eigenlijk het moment van de handtekeningen zetten is aangebroken... Ja, hoe kunnen we ze al, als ze die tekst hebben... He, uh, die, die concepttekst hebben, uh, ze ook al de tekst laten begrijpen... En, en daar, doen, daar proberen we ook veel aan te doen. Ja, en ook met filmpjes doen we. Zeker, nu, ja, precies, ja, want zeker zeggen. in een tijd dat je merkt van mensen lezen minder. Daar kun je wat van vinden. Maar nou ja. ja, dat is ja, gewoon een gegeven. Dat is gewoon zo. zo. Dus toen zijn wij uh, toen, zijn we, toen hebben we gedacht, ja, kunnen we nog wel die lange bijsluiter schrijven. Uh, dus we hebben en geïnvesteerd in de teksten die helderder zijn. En daarnaast hebben we een, een, een filmpje uh, erbij gemaakt. Van wat staat er nou in welk onderdeel van je akte... En waarom is dat belangrijk om toch even naar te kijken? voordat je die handtekening komt Ja, zetten. glasheldere filmpjes, echt prachtig. En, en die kunnen jullie overigens ook zien. Kijkers thuis kunnen straks of nu op het linkje klikken... of later op de website van Gebruikers Centraal nog eens kijken... hoe Netwerknotarissen dat heeft aangepakt. En dat is natuurlijk het voordeel dat jullie een netwerkorganisatie zijn. Ja, dat ja. je die uh, stappen kunt... Maken voor. Ja, dus je, wij kunnen dat he, in, in al die Nederland kunnen wij... Uh, een beetje de voorhoede zijn ja. in die communicatie. En, en, en ja, als we iets horen natuurlijk van, uh, van cliënten, ons daar wel op aanpassen. Maar, uh, maar is het dan ook iets wat jullie als netwerk uitstralen van ja, we verwachten wel dat de kantoren die bij ons netwerk aangesloten zijn hierachter staan? Is dat, want dat, ja. dat ja, is heel belangrijk dat is natuurlijk... Een, om dat samen een, uh, uit, te, ja. uit te dragen. Ja. En uh, dat, dat is ontzettend belangrijk om en, en ook. Uh, je, je hebt er zelf ook nog wat aan als jurist. Hè? Van, het is heel makkelijk om in juridisch taalgebruik iets op te schrijven. Dat voelt vertrouwd. En dat rolt de, er zo uit. Dat rolt er lekker uit. Veiligheid, ja. Ja, van, ja, Maar ga er maar eens over nadenken. Ja. Van, wat zeggen we nou met deze formule eigenlijk? Wat, wat regelen we daar nou feitelijk mee? En, en, en dat doen we al. Er wordt vaak gezegd, ja, maar dat doen we al jaren zo. Ja, dat wil toch niet zeggen dat het goed is? Dus ga daar maar eens ja, over nadenken. En dat blijkt soms ook, hè? want ik herinner me dat die. De um, casus waarbij iemand eigenlijk wilde voorkomen dat een schoonzoon zou erven, de anti-schoonzoon-clausule. Maar de rechter kwam uiteindelijk toch tot het oordeel: nou, dat gold alleen voor een eventueel echtgenoot ten tijde van het overlijden. En mevrouw is na het overlijden getrouwd. Ja, en twee toen... we hebben een heel bekende ja. casus. Hè? En ja. dan gaat het om hoe schrijf ik iets op. En, en dat was een, een gezellige notaris. En die, die wilde niet iemand onterven. Dat was een dame die wilde haar ouders onterven. En dan kun je opschrijven, oh. natuurlijk, ik onterf mijn ouders. Maar dat ja, of ik sluit mijn ouders uit van de erfenis, hoe je het ook wil zeggen. He, uh, maar ik doe deze exercitie ook met de studenten: van op hoeveel verschillende manieren kun je dit nu opschrijven? Ja. Oh, ja. Kom je op 16 verschillende manieren, hebben we uitgevonden als je je ouders wilde onterven. En deze dame die had een broer. Uh, uh, broer Bert. Uh, en uh, die notaris dacht, ja, ik wil het wel een beetje... dat weet ik niet hoor, maar dat heb ik zo zelf bedacht. Die, ik wil het wel een beetje gezellig houden in de akte. Dus ik schrijf op, ik benoem mijn broer Bert... tot mijn enige erfgenaam. Ja. Wat gebeurde? Ja, ik voel me al. Ja, je vond hem al aankomen. <laughs> uh, de, er was niet verwacht dat deze dame nog ooit in het huwelijk zou treden... maar ze vond een grote liefde. Ze trad in het huwelijk, ze ging trouwen. En uh, daar, helaas heeft dat huwelijk niet lang uh, geduurd... want zij overleed. En toen kwam natuurlijk dat testament naar boven waarin stond, ik benoem mijn broer Bert tot mijn enige erfgenaam. Alles gaat naar Bert. Alles gaat naar, dus die broer zegt, ik ben enige erfgenaam. En toen zegt die, zijn die, 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 die kerstversen echt gewoon, ja maar dat, dat, het is inmiddels getrouwd, het is al logisch dat ik de erfgenaam ben. Oh. En dat is inderdaad tot aan de Hoge Raad uitgevochten. En de Hoge Raad zei uiteindelijk, eh, waardoor iedereen toch wel in shock was, eh, van nee, eh, broer Bert is geen erfgenaam. Het en toen eigenlijk... is toch die echt nou, eigenlijk, hoe, hoe jullie hier ook over vertellen, dan valt me weer op dat mensen bij uh, juridische teksten... Uh, ja, dat ze het vaak zo ervaren als abstract, maar het zijn juist hele menselijke ja, ja. verhalen. Nee, dat he? is allemaal, ja, ja, het is allemaal... Met grote gevolgen. Ja, Een hele Zeker. grote gevolgen. Dus ja. daar moet je heel goed over nadenken. Van. En daardoor ja. ontstaan natuurlijk ook wel ingewikkelde juridische formules... He, want dan moet je gaan opschrijven van wanneer erf nou eigenlijk die broer Bert. Ja, misschien alleen als ik zonder kinderen kom te ja, overlijden, precies. als ik niet getrouwd ben, als, 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 als. Ja. He, daardoor wordt het wel ingewikkelder. Maar dat kan ook in relatief eenvoudige taal. Kan ook, zeker. Maar daardoor wordt dat ene zinnetje. Hè, wat, ja, wat heel dat duidelijk was leek. Lekker de korte klap. Dat was de korte klap. Iedereen tevreden. Ja. Uh -huh. uh, uh, Lies, zo heette deze mevrouw, begreep het testament. Dus het was een mooie dag. Uh, maar ja, dat, 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 dat heeft, moet wat genuanceerder worden opgeschreven. Ja, en dat kan ook in duidelijke voormen. taal. Zeker, zeker. Ja, Maar je zult, zult altijd natuurlijk die spanning houden. tussen uh, ja, het zo begrijpelijk mogelijk willen overbrengen. Ja. en dat. De boodschap zelf soms ook best ingewikkeld is. Klopt. Dus dat mensen mm -hmm. ook echt zich moeten verdiepen, hoe dan ja. ook, ja. om het echt helemaal te begrijpen. Alleen de taal zou dan. De vorm ik waarin je het giet, moet dan geen belemmering zijn. Ja. Samenwerking met, vanuit verschillende disciplines essentieel is dat je met mensen rond de tafel gaat ja. zitten, met de vak, de juristen, maar ook de taalwetenschappers of communicatiewetenschappers. Ja. Soms ook vind ik uh, mensen die iets kennen van layout en vormgeving, ja. dat is een aspect waar heel weinig over nagedacht wordt. Maar wat, denk ik, heel erg kan helpen tot de toegankelijkheid van een tekst, dat die goed gestructureerd is, ook visueel. En dan kun je ja. heel veel van elkaar leren, omdat ieder heeft zijn eigen inzichten. En dan, ik denk dat je dan tot het beste resultaat kunt komen. Zeker. Ja, we zagen net, denk ik, al even die, uh, <coughs> dat nieuwe model voor de dagvaardingstekst. Uh, ja, ja, en daar zie voilà. je ook dat er al visueel... Ik kan het ja. niet zien vanaf hier, trouwens. Ja. Nee, maar je ziet al blokken. Ja. Stuur de brief naar, ja. Ja. ga naar de zitting. Ja. Ja. Dus de, en... en Weet je, de perfecte uitwerking bestaat niet. Hè? Dus je zult altijd nog wel weer. Het nee. blijft een, een evolutie, denk ik. Ja, we hebben in België ook een model van eenvoudige dagvaarding gemaakt. Ook in verschillende blokken met tussentitels. Ja. En bovenaan een inleiding die zegt: in blok 1 vindt u dit. In blok 2 vindt u alle adresgegevens. In blok 3 vindt u datgene waarover, waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Enzovoort. Dus dat helpt. En dat kon ook bij de gerechtsdeurwaarders. Enigszins tot mijn verbazing. Ik was heel ja, aangemaal verrast. Met... Ja. Want je denkt dat gaat het nooit halen, ze gaan dat niet willen. Maar als je rond de tafel gaat zitten en je legt uit waarom, en je hoort ook hun bezwaren, je probeert die mee te nemen en vice versa, dan kan er heel veel. Ja. Nou, vooral als je ze echt eventjes op die stoel van de lezer zet, ja, ja. Dan stel je nu voor, ja. je bent 45, je bent dagelijks leven, ben je helemaal niet met juridische teksten bezig. En je krijgt dit voor je neus. Ja, ja. Ja. Wat doet dat? Ja, ja. En, uh, en nu zegt trouwens iemand. Uh, het is leuk, want er komen nu reacties van kijkers binnen. Iemand zegt oh, de rode draad is dus denken en schrijven vanuit de ontvanger. Klopt dat? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat... Ja, zeker. Maar wie ja. is dan de ontvanger? Ja. Want daar hebben we het natuurlijk over, over gehad. Bij ons ook... is dat heel erg duidelijk. Ja, maar ook de juristen zijn. Ja, ook de jurist, dus ja dat... maar dat is wel ja. op zich heel duidelijk wie, de, wie die acte leest. En en, en en je kunt dus uh, uh, ook met structuur en kopjes en indeling heel erg veel doen. Ja. He, als er bijvoorbeeld mensen bij mij komen voor huwelijkse voorwaarden. Uh, die, die maak je eigenlijk voor de situatie dat je uit elkaar gaat. Ja, niet leuk. Niet leuk. Dat wil je niet als je gaat trouwen. Daar nee, nee, wil je niet over nadenken. Niemand om te gaan <laughs> scheiden. Althans, die mensen ken ik heel weinig. Ja. Dus um, dan kun je natuurlijk wel heel lang om de hete brei gaan heen draaien. En aan het eind van de acte ja. net voor, dat, voor het slot gaan zeggen: van, Oh ja, by the way, als we gaan scheiden, dan krijg jij niks van mij. Of, he, uh, maar dat kun je ook aan het begin al zeggen. Zeker. He, want aan het begin, ja. als je een tekst leest, dan ben je nog vol energie. Want dan had je niet gekeken dat het zeven of acht pagina's waren. Ja. Dus je kunt dan misschien oh, beter ja. met die boodschap beginnen. Begin met de kern. Ja. Precies. Ja. Ja. En doelgroepen. Ik denk dat er verschillende doelgroepen Zeker. kunnen zijn. Ja. Maar neem de belangrijkste doelgroep. Dat is meestal de doelgroep met de minste voorkennis. Want dat is vaak de niet-juristen. Uiteindelijke partij of de cliënt ja. of de, de beklaagde. Uh, en, en richt je daar zoveel mogelijk op? Zou ik ja, zeggen. Het is inderdaad de ontvanger. Ja. Maar het is natuurlijk ook in onze rechtelijke uitspraken... Ja. een verantwoordingsmoment Duurlijk. van de rechter. Duurlijk. Waarin die dus ook toelicht... Ja, hoe, hoe kom ja. ik tot mijn oordeel ja. en waarom beslis ik. Uh, dus dat zit er ook wel degelijk in. En voor ja, hoge beroepsrechters is het dan ook een toets... Van, ja, wat, ja. Om, te, om na te gaan van ja, wat, wat heeft uh, die rechter in de eerste aanleg uh, besloten. Maar ook dat denk ik kun je in die tekst ook duidelijk aangeven, zoals u daarnet ook zei, van ja, we schrijven het er gewoon in, van dit staat erin, omdat de Hoge Raad het vraagt. Ja. Misschien niet zo letterlijk, maar dat je dat ergens oh, aangeeft. Er ja, en ik denk niet? dat mensen is wel, fijn. Ja, ja. En dat mensen dat echt ook bereid zijn om dat te lezen. Vaak wordt er gezegd, ja, maar mensen lezen dat toch niet, ze willen dat niet. Ik ja. denk dat ze dat wel willen weten. Ja. Maar dat je dat goed moet aangeven, van kijk, dit, dit is een moeilijk stuk, bij manier van spreken, maar we hebben dat wel nodig. En dan kan dat wel, denk ik. En in die zin is er ook wel echt een hele brede de ontwikkelingsgang uh, geweest. Als je kijkt naar hè, bijvoorbeeld binnen de rechtspraak... van die hele grote zaken als een MA17-uitspraak, mm. waarin uiteindelijk echt wordt nagedacht: van ja, hoe mm. hè, die wereldwijde ja. consequenties uh, heeft, hoe wordt dat uitgesproken. Uh, maar we zagen ook dat voorbeeld van een vereenvoudigde uh, ja, dagvaarding voor Incasso-zaken, waar het gaat echt om, om consumenten, om kleine ja. Uh, ja. geschillen. Dus we willen zowel echt in die high-profile zaken, maar ja. ook in de, in de, ja, de volle de, breedte uh, de ja, daar. Uh, daar. En dat vraagt ja, natuurlijk in het begin wat meer tijd, dat maatwerk. Ja. Het is makkelijk om, zoals je zei, het te laten uitrollen, de standaardmodellen. Maar ja, als mensen daar lucht van krijgen, dat ze gewoon ergens doorheen zijn ja, gehaald door een systeem, dat draagt ook niet bij aan nee, de ja, aanvaarding. Nee, hè? Nee, nee, nee. Hey, en ik denk ook, het vaak zullen mensen onderscheid maken tussen uh, bij ons dan het type cliënt. Hè? Dan wordt er gezegd, ja, maar. Uh, ik heb alleen maar uh, hoogleraren die bij mij acties komen uh, ja. ondertekenen. Die snappen het wel. En die snappen <laughs> het wel. Ja, en dan en denk dat ik. Ja. Uh, ja, ja, ik dan denk ik van ja, maar. Ik, ik snap ook wel juridische tekst en ik krijg ook allerlei brieven van de gemeente en allerlei instanties thuis. En dan kom ik s'avonds laat thuis en dan moet ik nog zo'n brie brief ja. lezen. Vind ik het ook fijn als iemand de moeite Jure. heeft genomen om de boodschap helder, Jure. kort en duidelijk uh, over de bühne te brengen. Nou, en het is nu is het. Uh, eh, jij, jij vertelt dit anekdotisch, maar dit is ook uh, in onderzoek uit onderzoek gebleken, hè, dat juist hoger opgeleide, uh, eenvoudiger taal waarderen. Ja, ik vind het is heel fijn. Ja, het is een onderzoek overigens van Jet Gravenkamp en Henk Pandermaat. Dus daar zullen we ook een linkje naar plaatsen. En het is interessant, want er komt nu ook een, een kijkersvraag binnen. Iemand die zegt, op welk niveau van het ERK-model ERK richten die juridische teksten zich? En dat ERK-model, Europees Referentiekader Talen, of Europees... Referentiekader is dat. hè? En dan, moeten we, dan denken we aan uh, A1 e niveau, ja. A2, B1 e niveau, B2 niveau, C1 e niveau, C2. Nu heeft mijn dochter net het Cambridge Certificate gehaald op B2 uh, niveau. Uh, knap Wander. Maar het is dus bedoeld om iemands uh, vaardigheid in een vreemde taal aan te duiden. Ja. Hè? Dus ik zou zelf ook als wetenschapper weg willen blijven ja. van uh, die. Ja. ...categorisering van teksten, maar op welk uh, niveau richt je je? Welk taalniveau? Nou, misschien kunnen jullie daar iets over zeggen. Wat vinden jullie het juiste? Ja, hoe complex mag de taal zijn? Ja, nou, vaak, heb je het net al gezegd? Ja, vaak uh, heeft men dan over B2 ook voor het Nederlands, behalve ja. voor het Cambridge English, uh, voor B2. Uh, uh, maar uh, dat gaat niet al. Uh, dat dat gaat niet altijd. En, um, ja, en dat uh, zijn dan richtlijnen. Als korte precies, zinnen. Ja. Dus dat wordt dan vaak onder bij één niveau ja. geschaard. Hè? Korte ja. zinnen, geen moeilijke woorden. Maar ik denk ja. juristen die hiermee aan de slag willen en die wij inspireren vandaag, dat het wel goed is om daar eens naar te kijken. Van ja. wat betekent dat dan? Ja. En wat hoort er bij welk niveau? En wat kan ik daar ja. zelf van leren? Wat kan ik daarvan overnemen? Het is in in die... elk geval het kan een. Uh, een uh, het kan je Blik richten op die ja. zinnen, bijvoorbeeld ja. waarvan je weet, oh, ja. maar wacht, die, We hadden, ja, die lopen ja. over drie uh, die punten in. Ja. Kunnen, ja. Ja. In die, die professionele standaard over schrijven, die door de gerechtshoofd is vastgesteld, of in ieder geval zo'n bredere groep, daar staan 25 aanbevelingen over taalgebruik en schrijfstijl en die zien op allemaal dingen, structuur, maar ook gebruik van woorden. Daar adviseren ze niet om terug te gaan naar B1-niveau. Ja, dat, is, dat is dan echt dat eenvoudige uh, Nederlands. Maar dan merk je ook niet... dat iemand het heel eenvoudig heeft willen houden. Hè? En eigenlijk zou je dat idealiter niet zo moeten proeven. Nee, en dat is ook niet echt vaak haalbaar en uh, nee. ook niet wenselijk om het daarheen uh, te doen. Maar er zijn wel ja, andere tips om, om uh, te komen. Van, ja, waar kun je aan werken of wat kun je aan Precies. tunen ja. om... Uh, nou, hoe dan ook, geef uh, belangrijke informatie in eigen zin. Is dat niet een mooi ja, uitgangspunt? Zeker. Overigens, ja. ik kijk naar de klok en het, het draast voorbij. Uh, en we hebben natuurlijk nog een, uh, een mooi filmpje van uh, uh, Matthijs Vennis van uh, Kivit, um, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. En hij vertelt daar iets over wat zij hebben gedaan als organisatie om de omslag te maken, maar ook wat het ze heeft opgeleverd. Dus ja. laten we daar nog ben uh, even naar kijken: Kivit. ...behandelt op jaarbasis ongeveer 3000 klachten van consumenten over financiële diensten en producten. Onze doelgroep is de doorsnee van de samenleving. We merkten dat consumenten niet altijd goed begrepen wat we doen of wat ze van ons konden verwachten. Ook was niet altijd duidelijk wat de uitkomst van een procedure voor de consument inhield. Kortom, we hadden werk aan de winkel. Wat we hebben gedaan is we hebben de consument als vertrekpunt genomen. We zijn meer met de consument gaan bellen. We bellen de consument op een aantal vaste momenten in de procedure... Daarin leggen we uit wat we doen en we leggen uit wat de consument kan verwachten. We proberen een gelijk speelveld te creëren. We onderzoeken wat de klacht achter de klacht is en we onderzoeken wat het eventueel het onderliggende conflict is. Ook hebben we de standaardbrieven aangepast. Juridisch jargon is daaruit verdwenen. We zetten in op actief schrijven en in korte zinnen. Daarnaast is het format voor de uitspraken aangepast. De consument leest nu meteen waar hij aan toe is... En juridische verhandelingen, wetteksten en voorwaarden worden allemaal naar de bijlagen verwezen om de leesbaarheid te vergroten. Op de website hebben we kennisdocumenten geplaatst. Daarin worden veel voorkomende of lastige onderwerpen op begrijpelijke wijze beschreven, zodat de consument beter is geïnformeerd. Wat we zien is dat dit alles resultaat heeft gehad. Het is een succes. We lezen dat terug in de open antwoorden in het klanttevredenheidsonderzoek en de overal waardering is gestegen. Kortom, wij zijn ermee aan de slag en wij blijven ermee aan de slag. We zijn continu bezig om dat te verbeteren. Wat Kief betreft, is dit dus een onderwerp waar iedereen die in met deze materie te maken heeft mee aan de slag zou kunnen gaan. Ja, het is mooi dat uh, Matthijs zo benadrukt uh, ja, dat de klanten er tevredener van worden. En dat is misschien nog, ja, we hebben niet heel veel tijd meer, maar dat is wel nog wel een belangrijke. Uh, ja, in jullie is het natuurlijk belangrijk dat mensen jullie vertrouwen. Mm -hmm. En juristen denken soms dat die moeilijke taal juist bijdraagt aan dat vertrouwen. Maar dat is toch nee, niet dat zo. Dat vinden mensen mysterieus en geheimzinnig. Want ze kunnen het niet helemaal volgen. En dan moeten ze inderdaad de man of vrouw die ze tegenover zich hebben. Maar op de, hè, de blauwe ogen geloven van ja. tekenen maar alles komt goed. En dat, zo ging het misschien eerder wel. Maar dat past totaal niet meer bij deze tijd. Mensen willen zelf ook kunnen factchecken. Ja. Ja. ja, en helemaal in aansluiting daarop, natuurlijk het hele domein, dat voelt veel te ver om nu mm. nog te bespreken, maar het hele idee van procedurele rechtvaardigheid. Hoe je, voel je je ook gehoord, ja. voel je je ook begrepen, voel je je ook serieus genomen, uiteindelijk in een, in een beslissing als ja, betrokkenen in een juridische uh, context. Dat is ja, ook uh, heel, heel erg van belang. Uh, dat we daar ook aandacht in besteden. En in het verhaal van, uh, van Matthijs, rondom, de keyfit-dingen, kijk, dat zijn. Ik zie daar best wel veel parallellen in, want wij mm. werken nu ook dat we de brieven doorgaan. van ja, ja. hoe kunnen we die nog naar een beter niveau eh, trekken? En dit blijft ook een voortdurende uh, opdracht. En hier is echt ook wel veel uh, ja. in te doen en in te veranderen. Ja, mooi dat zoveel organisaties nu echt zo actief bezig zijn met dit onderwerp. Overigens, wat mij nog wel triggerde in wat je zei, Carl. Je zei um, uh, ja. Over doelgroepen. Hè? Mm -hmm. Dus um, mm -hmm. je hebt ingevoerde lezers en minder ingevoerde lezers. Het grote verschil als je meerdere doelgroepen hebt tussen de ingevoerde lezer en de niet-ingevoerde lezer... is dat als je je richt op de ingevoerde lezer, begrijpt de niet-ingevoerde lezer je gewoon echt niet. Die sluit je min of meer actief okay. buiten. Ja, ja. Als je dat omdraait en je richt je op de, de minst ingevoerde lezer... Ja, dan moet een lezer die meer weet misschien eens iets overslaan... Maar het is niet het verschil tussen wel of niet welkom zijn. Nee, uh, ik he? denk dat ook een jurist niet zal klagen als een tekst duidelijk is, als een <laughs> tekst aangenaam leest, kort is, zoals jullie ja? zeggen. Ik denk dat een rechter liever minder ja. bladzijden leest of duidelijk meteen to the point komt, zonder dat je dan inderdaad maar Jip en Janneke taal of B1 verplicht. B1 ja, dat moet vraagt gaan. iemand ja. inderdaad. van uh, Waarom zouden we dat niet moeten willen, dat, dat Jip en Janneke B1? Ja, omdat we dus ook weten, uh, ook wel uit al ja. wetenschappelijk onderzoek, dat mensen zich soms daarin juist weer niet helemaal serieus genomen hebben. Ja. Ik denk dat het dan soms echt kunstmatig wordt en dat, je, dat het risico op fouten ook wel toeneemt als je bepaalde dingen zo moet gaan. Kunstmatig gaan vereenvoudigen, dan neemt de kans echt wel op fouten toe, denk ik. En ik denk dat het ook niet meer vlot leest. Nee, dus eigenlijk bedenken, hoe zou ik dit zeggen? Ja. Tegen Precies. die mevrouw ja. Lies die ja. voor ja. mij ik, zit. Dat ja. is een betere ja. maat. Dat is het veel beter. En waar denken we ook steeds he, he, de, de tijd ontbreekt, wat een interessante ontwikkeling, is, dat er natuurlijk veel meer mensen van een beeldschermtekst aflezen. Ja. En ja. dat maakt ook zoveel verschil. Ja. En daarvoor moet je soms dingen herhalen. Omdat we weten uit onderzoek, ja. dat een groot deel van wat van een. Beeldscherm wordt gelezen dat 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 ziet men niet, ja. Dus da, ook dat maakt weer dat we dat we anders onze akten gaan maken. Hè? En en wij zijn ook al een tijd nu bezig met het genderneutraal weer maken van de akten. Oh, ja. en en dat is zo mooi aan dit onderwerp. We zouden uh... je denk uur ja, ja zeggen het, het is ja. tijd, maar... dit blijft ja. zo in zo in, in in beweging van dit is zo mooi om daarmee bezig te zijn. En, en een verrijking, denk van van ook uh, juristen, ja. Ja. zeker. Nu zeggen, zeggen twee mensen, dus dan moet ik toch nog uh, 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 oh. Dat moeten we nog aanstippen. Ja, maar ja, nu uh, praten we hier met advocaten, met notarissen. Um, maar de wetgever dan? Want die moeten ja. het doen met wat de wetgever aanreikt. Ja, <laughs> soms zitten we inderdaad aan een tekst vast... En uh, waar, 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 uh, waarvan je denkt, ja, dat had ook wel een stukje helder uh, gemogen, en makkelijker en toegankelijker. Uh, maar ook dat kun je, uh, oh, daar zitten we mee, maar dat ook dat kun je in je akte verwerken en zeggen: ja. Nou, dat, we zien dat daar mm -hmm. dit en dat staat. Of daar, word, ja. daar bedoelen we dit en dat mee. Dus dat, ook dat kan. En zelfs op dat terrein eh, worden bijvoorbeeld, of de Hoge Raad of andere rechtelijke instanties, ge geven wel signalen richting de wetgeving: ja. van ja. ja, als er. Ja. heel veel discussie over is, ja, dan is dat ja signaal voor de wetgever om daar iets aan te, ja. aan te doen. Uh, maar ik ben echt in de volle overtuiging dat er ook echt wel veel wetgevingsjuristen juristen ja. zijn die met ja. dit met deze sneeuwbal ja. bezig die zijn. Die kijken er, dus er wel een paar. Een heel andere discussie, maar de de, ook de, de is ja. Ja. ja ja wordt wel. Uh... Ja. 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 Maar het doel van een wettekst is natuurlijk wel wezenlijk anders dan een doel waarin je de Zeker. toepassen of uh, een, een tekst van. Nou ja. Ja toepassing van die wet Precies. Ja, helemaal, ja. Helemaal eens, Scherke. Ja. En, en, en dat misschien ter relativering, maar ja, ik vind het een ontzettend leuk... en uh, goed gesprek wat we hier vandaag ook, ook voeren. Ik heb een, uh, een boekje met gedachten oh, van mooi. een oud-advocaat, uh, P. Kalamandrij. En ja. dat is Lof der Rechters. En het is al uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het is uh, al zo'n fijn boekje, laat het maar even zien. Ja, precies. Ik kan hem uh, ja, daar, de oh, daar, daar laten ja. zien. Maar daarin staat wel iets, iets uh, relativerends over waar we nu vandaag mee, uh, mee bezig gaan. Want uiteindelijk het gaat niet om de, uiteindelijk de, de, de mooiste literatuur te schrijven als uh, rechter. Het lijkt geen twijfel dat de rechter, die in plaats van een rechtvaardige oplossing te zoeken voor de moeilijkheden der partijen. zijn best doet de lezers ter ontspanning een staaltje van mooie literatuur te bieden. de heilige ernst der gerechtigheid niet begrijpt. Een goed gemotiveerd vonnis wil niet altijd zeggen een rechtvaardig vonnis en omgekeerd. Vaak wijst een korte, achteloze motivering erop... dat de rechter bij de beslissing zo overtuigd was... van de juistheid zijn de conclusie... dat hij het verloren tijd achtte die nog nader te belichten... Een andermaal kan een wijdlopige, zorgvuldige motivering in de rechter de wens verraden voor zichzelf en voor anderen. Achter logische arabesken zijn eigen onzekerheid te verbergen. Nou, in die zin blijft dit ook Precies. echt een voortdurende ah, opdracht. Ja. Ja. En echt een maatwerkkwestie uh, waarin we ja. nog uh, heel veel stappen kunnen zetten. Absoluut. En het blijft ook een, uh, een eeuwige ja. Ja. vraag. Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting. Ja, um, graag wil ik de kijkers bedanken voor het kijken. Um, ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken voor dit gesprek. Wij praten denk ik nog even verder. <laughs> um, over twee weken is deze aflevering dus uh, terug te kijken. Uh, mensen die zich hebben aangemeld krijgen daarvan uh, een seintje. Um, alle linkjes, voorbeelden die ter sprake zijn geweest in dit gesprek, die zijn er ook terug te vinden. Uh, graag nodigen we u ook uit om te laten weten wat u van deze aflevering vond. Um, dat kan op het evaluatieformulier. En we zijn erg benieuwd. Uh, we hopen dat dit uh, praktisch nut heeft voor de kijkers. Het volgende webinar over begrijpelijke juridische taal is op 4 april. Van 2 tot 3, zodat ook de Surinaamse kijkers uh, kunnen aanhaken. Uh, Lodewijk van Noord gaat dan in gesprek met collega van Karel, namelijk Raf van Ransbeek. Uh, Hans Braam, gerechtsjurist uh, en nu uh, jurist bij de gemeente. Dus hij werkte eerst voor de rechtbank Amsterdam. Taal, uh. Hij won de klare taalbokaal, ja, zeker, de eerste. Ja. En taaltrainer Paul, Paula van Gemen. En in die aflevering gaat het dus over de vraag hoe je juristen nu inspireert. Die collega's die denken, maar het is toch prachtig de taal zoals die is en het koudwatervrees hebben bij uh, wat gooien we dan allemaal niet weg als we het anders gaan doen. Um, en ook hoe je ze dat dan praktisch bijbrengt. Dus ook als u vragen heeft over B1-niveau, hoe dan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is typisch iets wat de volgende keer aan bod zal komen. Uh, graag nogmaals bedankt en uh, tot ziens.